Ja, leuk hè. Aan de ene kant ja, had heel rap, dat is wel jammer dat we rap hadden natuurlijk. Mag ik dat weer kort zeggen? Preus hé, Preus. Ja, ik ben Preus om 200 matchen voor in mijn geboortestad te kunnen spelen. Dus ja, ik heb er geen woorden voor. Daarna wordt niet aangevallen. Ik denk dat je meestal de wedstrijd bijhoudt waar je beslissend kunt in zijn of een mooie uitslag. Maar ja, soms zie je wel sommige wedstrijden passeren in je hoofd dat je er nog een keer aan denkt. Hè. Ik kwam toen als linksvoor van Cirkelbrugge en nu sta ik linksachter. Dat toch wel een beetje zelfverzekerder geworden, denk ik. En meer ervaring. Hè. Hoe meer matchen je speelt, hoe meer ervaring dat je hebt, hoe slimmer dat je wordt op het veld en zo. Ook qua coaching toe, in de groep toe en op het veld. Dus denk ik wel dat er een serieus groot verschil zit met Christophe die je toe kwam en de Christophe nu. Dus ja, ik ben er wel trots op natuurlijk. Heb je weer een film? Stopte ik hem aan filmen? dat was de week een derby. Er wordt mij soms de vraag gesteld. Is Cercle je club van je hart? Maar dat is totaal niet zo. Hè. Ik denk dat Kortrijk... ja, het zit in mijn hart. Het is voor de rest van mijn leven dat ik dat ga meedragen. En, ik ben hier geboren. Hoeveel vrienden er hier niet staan achter de hol. Hoeveel bresjes dat ik niet krijg. Kunnen we komen kijken? Zijn er nog elkaar? Ja, dat is soms erover, zal ik maar zeggen. Maar ik ben hier thuis. Hè. Het is een familieclub. Ik voel me thuis. Ik kom met iedereen in de staf en de spelers goed overeen, ook de omkadering. Zoals met u, Simon en Jelle, ja, ik kom daar goed mee overeen en dat is leuk. Kurtje KVK TV, zelfs Siske. Ik kan er zoveel zeggen, Kurtje, Rooske, ja, dat is gewoon leuk. Dat is thuiskomen. Hè. Dat is, ja. Mag niet weggeven, sorry. Oh, Mag niet. Goed, bijna iedere wedstrijd, bij thuiswedstrijd dan, zie ik bijna altijd na de wedstrijd een kadertje van mag ik jouw shirt, Christophe Daan. Dus, ja, dat is wel leuk, hè. Maar kan het niet beloven, hè. Dat is soms moeilijk. Ik kan er ook niet zoveel weggeven. dus ja, het is jammer dat ik ze soms moet kopen. Spaar je die zelf ook soms? Van elk jaar spaar ik ze. Elk kleurtje. Nou, dat is toch leuk. Nou, later toe, ben 30, 40 jaar, dat ik nog eens mijn kast open doe en dat ik zeg van... dat was ook nog een machtig kleurtje van KV Kortrijk. Beste supporters, hoeveel keer hebben we gewonnen van de boer van de jaren? Ja! Dus daarom van mij een gratis vat! Ja! En van mij ook een! Come on! In de top bezig zijn over de supporters, wanneer krijgen ze nog eens een vat? Bij een mooi resultaat tegen Antwerpen en ja, bij een mooi resultaat tegen Antwerpen is dat goed. Gaan we door in de beker en een mooi resultaat tegen Antwerpen ga ik er twee zijn. Ja. Bij deze. Er zijn er wel een paar, hè, maar de derby op Arnhem ga ik nooit vergeten. Dat is 0-5, de vijfde derby zege op een jaar. Dat kun je niet vergeten, hè, natuurlijk. Macht, hè. Supporters. Oh, oh. Kippenvel. Controle S bij de trappen links. Voilà, ze. Dat moet niet meer zin, hè. Dat is een gevoel dat je niet kunt beschrijven, hè. Als je naar de supporters loopt. En ik deed dat nog zo. Dus het vijfde doelpunt, ja, dat is ja, magisch, hè. Dat is... Ik ga dat nooit van mijn leven vergeten, zeker niet. Veel mensen spreken mij ook aan van de patatjes. Ja, dat is ook leuk, natuurlijk. Die tegen Anderlecht was ook wel een mooie. Maar ja, dan het seizoen met Alvenati was ook leuk. Al die assists op Felipe was ook heel leuk natuurlijk. Dat ga ik ook nooit vergeten. Kijk soms nog eens terug naar die assists. Dus, ja, hopelijk kan ik er van het jaar nog een paar geven natuurlijk. Dat is een beetje mijn hoek he, daar om te trappen. Mijn meeste doelpunt dat ik maak, dat ik daar hem trap, rechter benedenhoek. Maar Fijs legde hem ook mooi af, hè. Mooi hakje. Maar op het moment dat de bal naar mij kwam, wist ik al dat pricing zijn. Ja, ja, inderdaad. Hij zit er dan nog in, dus voilà. Ja, staat
strak getrapt ook. Ja, een streepje in het hoekje, dus ja, ben wel tevreden. Een dansje van Chuchua. Michiel zei voor de match als ze scoort, doet dat dansje. Want mijn zoontje Jerome legt dat nu elke dag op, elke morgen, elke avond. Het is een beetje plat gedraaid, zal ik maar zeggen. Maar staat dat iedere keer 's morgens, Chuchua, Chuchua. En daarmee dat Michiel zei, als ze scoort, doet dat dansje, dus daarmee. Maar het dansje is niet zo gelukt eigenlijk. Mijn vriendin had niet echt goed gezien dat dat dansje was. Dus, je hebt dat al 3 keer gedaan. Ja, inderdaad. Maar goed, voilà. Binnen een paar weken wordt hij 2 jaar. Hij is ook al een beetje zot van een bal. Het is ook mijn linkervoet, dus super, hè. Ja, ik leg hem voor zijn voet. En voor zijn links dan. Hij trapt altijd met links. Dus, maar goed, ja, hij heeft ook zo'n basketring. Basket ook, hè. Dus. Maar ik denk niet dat hij gaat basketten, dat hij de grootte heeft van mij. Maar we gaan wel zien wat hij doet. Zolang hij er plezier in heeft, dat is het belangrijkste. Welke doelen heb jij nog met KV Kortrijk? Simpel, hè, de beker. Hè. Dat is het mooiste dat er kan zijn. Hè. Ik zie mij al staan op de grote markt. Met een beker in mijn hand, ja, dat is. Ja, dat is het enige dat nog wel. Voordat mijn carrière eindigt. Hè. Ja. Wat doe je dan nog? Moest ik een beker winnen? Ja, wat doe je dan op de grote markt of gewoon in Kortrijk of in Brussel? Maakt niet uit. Ik weet niet of ja. Dan ben ik een week niet thuis bezig. ik weet niet, ik was samen met de supporters in het water springen. Ik weet niet of. Zot, hekkenhuis. Ja, sowieso. En dat mag ook, hè.